Het thema van aflevering 2 is systeemupdate nodig. Waarom nemen we genoegen met het oude, terwijl het nieuwe voor jou beschikbaar is? God heeft het beste leven voor jou beschikbaar, maar durf jij Gods nieuwste update aan? In de uitzending neem ik je mee hoe jij door die verandering heen kunt gaan en de nieuwe update je toe kunt eigenen. Kijk je mee? Vandaag hebben we het over het thema systeemupdate. Heb jij een systeemupdate nodig? Ik heb net even aan de cameraman gevraagd, wat is het verschil tussen een update en een upgrade? En hij zei, een update gebeurt van binnen en een upgrade is vaak van buiten. En we kunnen een upgrade krijgen zonder dat we een update hebben. Wat je heel vaak ziet, dat er vrouwen zijn die zeggen, ik wil wel een paar kilo afvallen. En sommige vrouwen zijn echt volharders en die vallen wel 10 kilo af. Maar dan hebben ze van buiten een upgrade, maar van binnen voelen ze zich soms nog alsof ze 10 kilo te zwaar zijn. En zo werkt het ook met een update en een upgrade. Als God ons wil vernieuwen van binnenuit, dan wil hij ons van binnen gaan genezen en dan zal hij het ook aan de buitenkant te zien zijn. Heb jij een systeemupdate nodig? Vandaag gaan we het hebben over nieuw. Wie houdt er van nieuw? Nieuwe kleren, nieuw huis, nieuwe bank, nieuwe spullen. Ja, daar zijn we vrouwen voor. We houden van nieuw. Maar het teleurstellende aan nieuw, het blijft maar even nieuw. Want het is zo weer oud. Als je een nieuw jurkje hebt, dan is hij over een week alweer oud. En dan heb je alweer wat nieuws nodig. Want dan heb je het al een week in je kast hangen. En zo is het ook met nieuwe dingen. Nieuwe dingen worden weer oud. Weet je, ik heb een hele mooie quote gelezen. En dat is dit. Vernieuwing kun je tegenhouden. Veroudering niet. Vernieuwing van binnen kun je tegenhouden. Kun je zelfs weerstand aanbieden. Maar aan veroudering niet. Weet je wat God wil doen? Hij wil zelfs die vernieuwing wilde in ons bewerken. Maar hij wil zelfs ook die veroudering, als het ware wat afneemt, wat aftakelt. Zelfs daarin wilde hij iets gaan doen. Alles wat oud is, kan hij nieuw maken. Het lijkt wel bijna een soort toverspreukje, maar dat is het niet. Hij kan dingen. Als hij zegt, ik maak alle dingen nieuw, dan kan hij zelfs met terugwerkende kracht iets vernieuwen. In de psalmen staat, hij die mijn jeugd vernieuwt als een arend. Dus hij kan zelfs in het verleden tijd waar niemand bij kan, kan hij nog iets herstellen en iets vernieuwen waar we zelf niet meer bij kunnen komen. We hebben allemaal van tijd tot tijd een systeemupdate nodig. Als ik vraag aan mijn kinderen, waar houden jullie van? Dan is het vaak van telefonen, van computers en noem maar op. En dan hebben ze echt, dan vragen ze om een upgrade. En dan staan ze voor in de rij. Als ze een nieuwe telefoon nodig hebben, doen ze alles voor. Ik heb nu even eentje geleend van iemand uit het publiek. Dit is de nieuwste iPhone. En dat is een 6, geloof ik, hè? Een 7! Kijk, dat is dus echt een upgrade. Maar er zit ook een update in. We verlangen vaak naar het nieuwe, maar we weten niet hoe we erbij moeten komen. Maar als je het nieuwe wil, dan moet je het oude loslaten. Moet je bereid zijn om het oude los te laten. En dan moet je bereid zijn om het nieuwe, als het ware, te gaan ontdekken. Stel je voor dat ik deze mag houden. Dan moet ik hem eerst nog helemaal gaan ontdekken, want ik heb helemaal geen verstand van de iPhone 7. En dan zitten er allerlei functies op die ik misschien niet eens herken en die ik misschien niet eens weet. En mijn kinderen zeggen heel vaak tegen me, als ik zeg, ik heb zo'n oude computer, hij loopt de hele tijd vast. En dan zeg ik, ik wil een nieuwe, net zo een als jullie hebben, zo'n appel. dan zeggen ze, mam, daar kun je toch niks mee, want je weet niet wat er allemaal op zit. En dan houden ze me liever dom dan dat ze me helpen. Maar God wil je niet dom houden. Hij wil als het ware zeggen, ik heb het beste voor je. En dan heb ik het niet over een computer of een telefoon, maar hij heeft het beste leven voor ons. Hij zegt, ik wil je het beste aanbieden. Maar wil jij dan, ben jij dan bereid om dat mindere, waar je nu misschien staat, in te leveren? Wil je het oude loslaten voor het nieuwe? Wat ik heel mooi vind, als je kijkt in de Bijbel over vernieuwing van binnenuit, moet ik denken aan Romeinen. Daar staat, word vernieuwd,
Waar is dat? Waar speelt zich dat af? Niet aan de buitenkant, maar in je denken. Door vernieuwing van denken. Dus dat je de oude gedachten gaat als het ware nieuwe gedachten ervoor in de plaats gaat stellen. Dat wil hij doen in ons. En er staat in het Grieks een heel mooi woord. Er staat, krijg een metamorfose in je denken. En een metamorfose, dan lijk je niet meer op degene die je was. Dan ben je een totaal andere verschijning. Ik hou van die programma's. Hè. Dan heb je programma's op tv en dan ziet er eerst iemand ziet er gewoon helemaal niet uit. En dan krijgt hij een metamorfose. En na die metamorfose denk je opeens, wow! Hè, hoort misschien bij de eerste aflevering van, wow, dat is een mooie vrouw. Hè, daar kan ik echt van genieten. Dat ik denk, het mooie wordt gewoon benadrukt. Dat is wat God wil doen in ons. Hij wil oude leugens weghalen. Gedachten die we over onszelf hebben geloofd. He, oude pijn wil hij weghalen. Hij wil ons een vernieuwing van binnen geven. En dat is een metamorfoseproces. En na een metamorfose, dan zie je een verschil van een plaatje van dit is een persoon voor die tijd en dit is een persoon voor na die tijd. En die persoon na die tijd, dat beste, de beste zelf die hij in je heeft gelegd, zo wil hij ons maken. He, en terwijl ik daar zo over nadacht, dacht ik over die metamorfose in je denken. Dat kun je vergelijken met een heel mooi beeld uit de natuur. Met een rups naar een vlinder. Daar gebeurt een metamorfose. En weet je waar die metamorfose gebeurt? Aan de binnenkant. He, dit programma heet niet voor niets van binnenuit. Je kan er alles aan doen om jezelf op te poetsen en je op te maken en mooie kleren aan te trekken en alles. Maar als er geen update van binnenuit gebeurt, dan zul je altijd niet waardig blijven voelen. En dat wil God doen. Hij wil ons aan de binnenkant veranderen. Weet je wat er gebeurt? Als een rups een vlinder wordt, dan heb je die tussenfase, die transitiefase, die cocon. En die coconfase is misschien wel de lastige fase, de lastigste fase waar je doorheen gaat. Een cocon is een tussenfase. Je bent nog niet die vlinder, maar je bent ook niet meer die rups. Wie ben je dan wel? En dat kan een zoektocht zijn. He, die oude gedachtes. He, die wil je niet meer, die oude leugens wil je niet meer. En dat nieuwe heb je nog niet helemaal kunnen omarmen. En dan zit je in die tussenfase, in dat tussenstuk. He, als je kijkt naar een rups heeft pootjes. Een rups ziet tegen bergen op. Een rups eet de hele dag door blaadjes. He, die is de hele dag bezig met zichzelf te voeden. En dan komt hij in die cocon en dan zijn er twee processen aan de gang. En dat kun je naast je eigen leven leggen. Dat is wat er ook gebeurt bij jou aan de binnenkant. Dat zijn twee processen. En het eerste proces is dat er een destructief proces aan de gang is. Een afbraak. Een afbraak van de oude wandel. De oude pootjes. Oude dingen die er zijn gebeurd in je leven. Een afbraak van het oude. En tegelijkertijd is er een opbouw. Is er een constructief proces aan de gang. In die cocon. Het opbouwen van het nieuwe. De nieuwe vleugels. Nieuwe perspectieven. Nieuwe gedachtes. Dat gebeurt allemaal in die tussenfase. En weet je, aan de buitenkant zie je dat er niets gebeurt. Aan de buitenkant lijkt er alsof er niets van binnen gebeurt. Dat heeft ook met deze thema's te maken waar we doorheen gaan. Misschien ziet een ander aan de buitenkant niks gebeuren. En bij jou gebeurt er van alles. Leugens die je over jezelf geloofd hebt. Die wil je niet meer. Neem je afstand van. De waarheid neem je aan. En zo word je uiteindelijk, gebeurt er iets van binnen. En kom je uiteindelijk tot de vrijheid. En word je uiteindelijk die vlinder met je eigen kleur. Met je eigen vorm, je eigen verschijning, zoals je bent bedoeld. Het gebeurt allemaal van binnen. Van binnenuit. En dan wordt het zichtbaar. Weet je, een tijd geleden, toen was het mooi weer, net als het vandaag is. En toen gingen we een dagje naar het water. En ik had de kinderen mee, twee tieners bij me. En weet je wat ze gelijk doen als het mooi weer is? Ze leggen een handdoekje neer, stoppen oordoppen in en ze gaan muziek luisteren en ze gaan slapen. En dan zit je daar, in je eentje. Dan denk je, oké, het was een leuk idee om wat leuks te gaan doen met de tieners. Maar ze hebben hun eigen vermaak. Dus ik ging naar de waterkant en ik zei, Heer, wat bent u van plan om te gaan doen? Ik wil niet missen wat u van plan bent om te gaan doen. Wilt u iemand bemoedigen? Hier ben ik. Zoekt u iemand? Hier ben ik. En op dat moment kreeg ik een indruk. God spreekt op verschillende manieren. En tegen mij vaak door een indruk of een gedachte. Of iets waarvan ik vroeger altijd dacht dat het mijn eigen gedachten waren. Maar zo kan God ook tegen je spreken. En hij zei, keer je om en ga die vrouw onder de boom maar bemoedigen. Dus ik draaide me om en ik keek onder de boom.
En weet je wie daar zat? Een vrouw in een rolstoel onder de boom. Ik denk, oké, ik wil haar bemoedigen. Maar wat moet ik tegen haar zeggen? Hoe kan ik haar bemoedigen? Hè? Ze zit in een rolstoel, waarschijnlijk in een moeilijke periode van haar leven. En ik liep aan het water en ik zei, Heer, ik wil naar haar toe gaan, maar dan wil ik eerst een gedachte hebben of een woord hebben of een indruk hebben die ik met haar kan delen. Want ik weet niet eens of ze iets met u heeft. Ik weet niet eens of ze ervoor open staat. En ik kreeg een indruk. En de indruk die ik net deelde, ik moest denken aan een rups die in die tussenfase zat voordat hij een vlinder was. En ik dacht, oké, dat ga ik delen. Ik ga delen over die tussenfase. Dat ze tussen twee dingen in zit, in die transitie. We zitten allemaal in transitie, hè? Continu in transitie. En ik ging naar haar toe. En ik zei, mevrouw, mag ik u bemoedigen? En ze keek op en ze zei, ja, dat is goed, zei ze. En haar kindertjes waren net het water ingegaan. Ik zeg, ja mevrouw, ik liep daar aan de waterkant en ik moest zo denken aan dat God iets tegen u wil zeggen. Ik zeg, ik ben een christen en ik probeer zijn stem te verstaan en ik wil u graag bemoedigen, want ik zag een plaatje voor me. En ik begin maar gewoon spontaan te vertellen. Weet je, we zijn vaak zo bang dat we met afwijzing te maken krijgen en dat mensen zeggen, ik wil dat niet horen. Maar mensen zijn eigenlijk heel nieuwsgierig. Die hebben zoiets, oké, wil je mij bemoedigen? Graag, hier ben ik. Dus ik zeg tegen haar, en ik liep daar net te wandelen en ik dacht, ja, ik moest denken aan een rups die in de cocon zit en die uiteindelijk een vlinder wordt. En ik moest denken aan dat proces, dat het een heel pijnlijk proces is, maar dat het van binnen in u zich afspeelt. En ik zeg, het is een proces aan de binnenkant. En ik moet denken aan een rups, hoe zijn pootjes uit elkaar vallen, hoe zijn afbraak is van zijn pootjes en tegelijkertijd hoe zijn vleugels in elkaar worden gezet. En dat is een fase waar je alleen zit in die cocon en je voelt je opgesloten en je hebt het gevoel, niemand ziet wat er met mij gebeurt. Niemand ziet wat er binnen in mij gebeurt. Niemand. En ik zeg, en op het juiste moment, dan opent God die cocon en dan komt die vlinder vrij. En ook daarin kun je geen hulp krijgen. Ook daarin niet, want als je hem openknipt, dan zal die vlinder nooit kunnen vliegen. Dus hij heeft het nodig om kracht in zijn vleugels te pompen en zich eruit te worstelen. He, ook als je alleen bent in die worsteling, weet dan dat God het ziet en dat hij er met jou mee in die worsteling komt. En ze keek naar mij en ze zei, zo, zegt ze. Dit is wel een heel erg spot-on woord, zegt ze. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt ze, weet je wat ik heb? Ik zeg, nee. En ze tilt haar rok om. Ja, mijn pootje is geamputeerd, zei ze. En ik schrok. Ik dacht, oh Esther, wat heb je nou weer gezegd? En wat heb ik nu weer gedaan? Letterlijk, niet alleen figuurlijk, hè? Was de rups die zonder het pootje verder moest. Maar haar been was eraf. Haar onderbeen was eraf. Ze zei, ja, het is net gebeurd. Maar ze zegt, wat ik zo mooi vind, is jij beschrijft het proces wat er met mij van binnen gebeurt. En dat raakt mij, zegt ze. Ik zeg, ja, ik weet nu of je iets met het geloof hebt. Ze zegt, ik zal je sterker vertellen. Ze zegt, kijk eens. En ze graait in haar tas en ze haalt er een boekje uit. En er staat op het boekje, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Ik zeg, oh, wat bijzonder. Ik zeg, vindt u het dan goed dat ik voor u ga bidden? En dat gebed van de rechtvaardige over u uitspreek? En ze zegt, ja, graag. En op dat moment komen de kinderen uit het water en die komen er allemaal bij zitten. En simpelweg begin ik daar voor haar te bidden. Voor wat God aan het doen is, de update die hij geeft aan haar binnenkant. En tegelijkertijd ook aan haar buitenkant. De worstelingen die hij ziet. Hij ziet waar je doorheen gaat. Hij ziet hoe moeilijk het is in je eentje. Hij ziet waar je mee te dealen hebt met de issues. Hij ziet alles en hij is erbij en hij is erin. En hij gaat je tevoorschijn halen. Weet je, ze werd geraakt en uiteindelijk, hè, ik was klaar met bidden. We gaven elkaar een hand en ik ging weer terug naar de kinderen. Ik zeg, jongens, we kunnen naar huis. Ik ben klaar. En ik ging naar huis en een paar weken later was ik op een conferentie waar ik stond. En er kwam een vrouw in een rolstoel naar me toe rollen. En ze kwam op me af en ze zei, ken je me nog? Ken je me nog? Ik zeg, ja, die mevrouw onder de boom. Ze zei, ja, dat was ik. Ze zegt, weet je nog wat je tegen me hebt gezegd? Je hebt gezegd dat ik mijn processen mag afmaken. En je hebt zelfs gezegd dat God erin is, in die processen, in mijn worstelingen, in alles. En ze zegt, en je hebt zelfs gezegd, en als je de processen niet, als je er niet over kan praten, ga er maar over schrijven. Want ook God wil je ook helpen om te processen op schrift. En ze zei, wat ben ik gaan doen? En ik heb een blog geschreven. En ze zei van,
En ik wil je de blog geven, want ik wist dat je hier zou zijn. En weet je wat er boven stond? De profeet in de bikini. Dus ik vond het zo grappig. Toen zei ze dit tegen mij. Toen zei ze, en ik wil je bedanken, zei ze, dat jij verder kon kijken dan mijn buitenkant. Want iedereen ziet mijn buitenkant en het deel wat niet functioneert. Maar dat jij kon verder kijken wat er bij mij van binnen gebeurde. Ik zeg niet ik, God kon verder kijken. Hij liet het zien wat er aan de binnenkant gebeurde. En zei, daar wil ik je voor bedanken. Ik zeg, en dank je wel dat jij de woorden hebt willen ontvangen. Ik zeg, maar weet je, ik zal je eerlijk vertellen. Toen ik naar huis reed, vroegen de kinderen, wat is er gebeurd, mam? Dus ik vertelde het verhaal. En toen zeiden ze, en je hebt niet eens gebeden voor genezing aan de buitenkant. Zeg, ik ben helemaal vergeten. Want ik was zo met die binnenkant bezig geweest. Maar ik zeg, vind je het goed dat ik nu ook nog voor je buitenkant ga bidden? Toen zeiden ze, ja, graag. En daar hebben we gebeden. En weet je wat er gebeurde? Vervolgens ging ze weer weg. En kwam mijn zwager eraan lopen. En hij zei, wie was die blije vrouw die hier zo wegrolde? Ik zeg, dat is een vrouw geweest die bereid is om de processen aan haar binnenkant aan te gaan. Die God heeft uitgenodigd aan de binnenkant. En dan zal het aan de buitenkant te zien zijn. Weet je, God is iets aan het doen aan de binnenkant. Hij wil oude dingen wil die weghalen. En hij wil iets nieuws geven. Hij wil iets nieuws geven, ook vandaag. En we gaan straks kijken naar een getuigenis van een hele mooie vrouw, Claudine. Die ook, waar God ook iets aan de binnenkant heeft gedaan. Waar die een herstelwerk heeft gedaan aan de binnenkant. Kijk je mee? Ja, ik ging wel naar de kerk en ik deed alles wat van mij verwacht werd. Alleen, ik wist wel dat het van binnen toch niet... Het was niet oké van binnen. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik had wel eens van die momenten waarop ik heel ontevreden kon zijn met mezelf. En soms dacht ik ook wel eens van, ja, waarom ben ik hier? En ja, het zou beter zijn geweest als ik er niet was. Of ja, dat is een beetje van die gedachten. Ik was ook heel verdrietig. Ik was ook heel verdrietig en ik kon niet echt uitleggen waarom. Er waren soms van die momenten dat ik gewoon echt zat te huilen. En ja, ik kon niet eens echt vertellen waarom ik huilde. Het was gewoon... Het gebeurde gewoon. Ik had wel genoeg momenten in mijn leven waarop ik dacht van, nou, zo kan ik niet verder. En... Ja, ik dien God wel, alleen het was niet echt God dienen met vreugde. Dat miste ik een beetje. Ik ging psychologie studeren, zodat ik mezelf beter kon begrijpen eigenlijk. Waarom voel ik mezelf zoals ik me voel? En ja, ik heb wel een paar antwoorden gekregen, maar het was toch niet alles. En toen kwam ik in aanraking met de cursus Schoonheid voor As. En ook met het boek van Joyce Meyer, Schoonheid voor As. En ja, ik heb heel veel mogen lezen over het leven van Joyce. En ja, dat zij eigenlijk ook een beetje tegen dezelfde dingen aanliep. En op een gegeven moment leerde zij de Heer kennen. En ja, ondanks dat had zij ook heel veel struggles in haar leven. En totdat ze eigenlijk... ontdekte wat God allemaal wilde doen. Hè? Dus dat God haar die liefde wilde laten ervaren. En ik heb begrepen dat God mij ook die liefde wil laten ervaren, die ik zo naar verlangde. Want daar kwam ik ook achter dat ik had zo'n wens om me geliefd te voelen en geliefd te zijn. En ja, er wordt gezegd van ja, maar je moeder houdt toch van je alleen. Dat is niet... Dat is iets wat, dat is gewoon een stukje theorie, maar dat, zo voelde dat niet. Dat op een gegeven moment ik die liefde echt ging ervaren. En ik voelde die aanraking en die liefde. En dat is gewoon zo geweldig. Ik heb in de cursus ook heel veel mogen teruggeven aan God. Ik ben eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat God juist... in ons innerlijk leven wil werken. Dat Hij ons daar wil aanraken. Omdat we daar zijn tegenwoordigheid kunnen ervaren. Dat we daar... ja, Hem kunnen ervaren. Zijn liefde. En als we zo gebroken van binnen zijn. Zo angstig.
ja, dan gaat dat niet. Dan kunnen we hem niet ervaren zoals hij dat bedoeld heeft. Dus aan de buitenkant zag ik er heel zelfverzekerd uit. Alsof ik het allemaal op een rijtje had. Alleen aan de binnenkant voelde ik me toch zo angstig, zo gebroken. En ja, dat is nu toch sinds ik die ontmoeting heb gehad met Gods liefde voor mij, is dat helemaal veranderd. En ja, nu mag ik dit samen met God doen. Ik mag met hem deze journey, deze reis doormaken. Ik moet ook zeggen, ja, ik word ook een beetje emotioneel van, maar omdat het is gewoon zo geweldig dat ik dat nu mag ervaren. Het is gewoon alsof er een last van mijn schouders is getild. Het is gewoon weg. En nu wanneer ik lach, kan ik gewoon oprecht lachen. Ik kan gewoon oprecht zijn in wie ik ben. Ik hoef niet bang te zijn om mezelf te zijn. Wauw, Claudine, ik ben geraakt door je getuigenis. Wat mooi wat je vertelt. En als ik dan naar je kijk, dan zie ik een prachtige vlinder. Iemand die gewoon helemaal door processen heen is gegaan en die bereid is geweest om naar binnen te kijken en vervolgens naar God te kijken. Wat ik zo mooi vind in je getuigenis is ook dat je vertelt dat je had het in de psychologie gezocht. Je hebt het gestudeerd om te kijken of je daar je antwoord kon vinden. En dat je dan toch terechtkomt, het antwoord is niet buiten God, maar het antwoord is Jezus. Jezus is het antwoord op elke vraag. Hij heeft je van binnenuit vernieuwd. Hij heeft je gedachten vernieuwd. Hè? En als je je gedachten kunt vernieuwen, kun je je houding en je gedrag ook vernieuwen. En ik vind het echt heel mooi dat je niet halverwege hebt gezegd, hè, halverwege de cocon, stop, ik kap ermee. Maar je zegt, Heer, doe het maar in mij. En ik wil net zo lang doorgaan totdat ik word wie u hebt bedoeld dat ik zou zijn. Dank je wel voor je delen. Heel mooi. En zo herkenbaar. He, als ik haar verhaal hoorde, denk ik, ze heeft alles in mijn ogen. He, een mooie vrouw, een jonge vrouw, toekomst, visie, potentieel, talenten, alles. En toch je van binnen snakken naar die update. Van binnen snakken naar er is meer, maar ik kan er niet bij en ik weet niet hoe. Weet je wat ik zo mooi vind? Het antwoord hebben we in huis. En als je het antwoord niet in huis hebt, dan wil ik je echt uitnodigen om het antwoord uit te nodigen in jouw leven. En dat is Jezus. He, in het woord staan zoveel dingen. Hoe kun je je denken vernieuwen? Hoe doe ik het nou in de praktijk? He, dat doe je eigenlijk door als er een leugen boven komt, dat je die leugen als het ware ondermijnt en dat je de waarheid uit Gods woord er tegenover plaatst. Dat je zegt, nee, wacht even, Gods woord zegt iets anders over mij. En die leugens die komen vaak heel subtiel binnen. Weet je, ik heb ooit iets geleerd. Op een moment zat ik zelf met leugens en zat ik zelfs met gedachten. En die gedachten die kunnen heel snel een patroon vormen in je hoofd en in je denken. En je kan er heel snel door geleefd worden en heel gauw wordt dat iets wat vast gaat zitten. En toen lag ik op een gegeven moment in bed en toen zei ik, Heer, hoe werkt dat? Hoe doe ik dat, mijn denken vernieuwen? En toen zei hij iets tegen mij. Toen zei hij, Esther, je denken vernieuwen is net als breien. Breien, dacht ik. Ik hou helemaal niet van breien. Maar ik moest denken aan een breiwerkje. En weet je, mijn oma deed dat altijd. Als ze bij ons thuis was, dan hoorde ik die pennen zo over elkaar heen gaan. En was aan het breien, heel rustig aan het breien. En dan hoorde ik haar gewoon op de maat van insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. En toen dacht ik, dat is het. Dat is wat wij moeten doen met leugens, met gedachtes, voordat ze patroon kunnen zetten in ons denken. Als zo'n negatieve gedachte insteekt. Zo'n negatieve gedachte, je bent het niet waard. Jij niet. Iedereen mag er zijn, maar jij niet. Of noem maar op welke leugens er voorbij kunnen komen. Ik ben onzichtbaar. Ja, jij wel, maar ik niet. Zo'n gedachte komt binnen. Niemand ziet mij. Niemand. En wat doen we dan? Insteken. Dan gaan we omslaan, de nek omslaan, want die gedachte is niet van God. He, omslaan, bekijken van de andere kant. Wat zegt God? He, hij zegt, ik ben zijn geliefde. Ik ben niet alleen. He, hij zegt wie we werkelijk zijn in Christus. Omslaan, doorhalen. En waardoor ga je hem doorhalen? Door zijn woord heen halen. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt hij over mij? Ik ben een waardevolle dochter van God. In hem vermag ik alle dingen. En als die leugen dan nog probeert vast te zetten, dan laat je hem afglijden.
Zo simpel is het. Hey, zullen we het een keertje hardop oefenen? Nu we hier toch zijn. En dan zeggen we het even hardop hoe het werkt met breien. Dus er komt een leugen binnen. Insteken. Dan ga je hem omslaan. Dan ga je hem doorhalen. En dan laat je hem afglijden. En als je dit gaat toepassen in jouw leven, dan kan God van binnen een heel nieuw iets maken bij je. Dan laat je het oude, wat er niet hoort, laat je gewoon van je afglijden. Denk je, ik wil niet langer die leugen geloven. Ik wil niet langer in die leugen wortelen. Al het nieuwe moet je herhalen. Moet je blijven herhalen. Dat is de kracht van herhaling. He, om het nieuwe onder de knie te krijgen, moet je het vaak een paar keer doen. En het nieuwe, ik zei het aan het begin al, het nieuwe kost dat je het oude loslaat. En dat vinden we soms spannend. Want wie zegt mij dat het nieuwe beter is dan het oude? Maar als Jezus zegt, ik wil je geven een leven in overvloed. Hè, dan wil hij het beste deel aan ons geven. Waarom zijn we tevreden met die leugens en met die halve waarheden? Hele leugens. En met al die andere gedachtes. Waarom accepteren we die wel? Terwijl hij zegt, ik heb iets veel beters voor je. Weet je, ik heb een lijfspreuk in mijn leven. En dat is deze. Het goede is een vijand van het beste. Het goede is niet een vijand van het verkeerde. Ja, dat is het ook wel. Maar van het beste. Want je kunt allemaal dingen doen die goed zijn. En dingen geloven die best goed zijn. Het is niet verkeerd, maar het is best goed. En daardoor en dingen doen die jij goed vindt. Je kunt daar en daar en daar je energie aan besteden. En doordat je dat allemaal doet, kun je het beste missen. Want je hebt geen energie meer voor het beste wat God heeft. Vandaag zegt hij, weet je, ik wil je een update geven. En alles wat nieuw is, kan soms spannend zijn. Want oud is ook vertrouwd. Oud is bekend. De oude paadjes, de oude karrensporen. Zo vaak glijden we weer terug in het oude. Maar bedenk dan als je in het oude bent, oh wacht, God heeft iets nieuws voor me. Ik kies ervoor om hem af te laten glijden. Om niet langer in dat spoor door te gaan. Maar om een nieuwe beslissing te maken. Zodat dat voor jou een nieuw spoor gaat worden. En het kan. Want met Jezus kan je dat doen. Verlang jij ook naar die update? Of misschien zelfs wel een upgrade. Eerst de update en dan de upgrade. God wil het je geven. En ik wil afsluiten met een tekst die ik net heb genoemd uit Romeinen 12. Vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is wat hij wil geven. Hij wil dat zijn volmaakte wil in jouw leven zichtbaar wordt. Hij heeft je bedoeld voor het beste. Niet voor het goede, maar voor het beste. Dus neem niet langer, wees niet langer tevreden met een update van wat wel goed is. Maar hij wil je een beste update geven van binnen. En ik wil je echt uitdagen, ook om de komende tijd voor jezelf na te gaan. Zijn dit woorden van God, die God over mij denkt en die God over mij spreekt? Of zijn dit leugens die me naar beneden halen? En als het leugens zijn, dan is het nooit te laat om te denken, dan laat ik ze van me afglijden. Want alleen de waarheid mag in je gaan wortelen en de waarheid zal je vrijmaken. En dat wens ik je toe, dat de waarheid wat God over je uitspreekt, dat jou vrijmaakt in elke situatie. God houdt van jou en hij wil heel graag een persoonlijke relatie met jou. Als je Jezus nog nooit hebt uitgenodigd als jouw persoonlijke Heer en jouw Verlosser, dan kun je dat nu gaan doen. Je hoeft alleen maar je hart te openen en dit gebed na te zeggen. Liefdevolle Vader, ik kom tot u. Ik erken dat ik heb gezondigd en ik heb uw reiniging en vergeving nodig. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Ik erken dat hij de Heer van mijn leven is. Ik erken dat Jezus Heer is, dat hij voor mij aan het kruis is gegaan. Dat hij al mijn zonden, al mijn ziekte heeft gedragen aan het kruis. Dat hij na 3 dagen uit de dood is opgestaan om mij leven te geven. En op dit moment accepteer ik Jezus Christus in mijn leven. Ik nodig u uit in mijn leven. En ik vraag, Heer, wilt u de Heer worden van mijn leven? Reinig mij, vergeef mij. En verlos mij van al mijn zonden, van al mijn schuld. En dank u wel, Heere Jezus, dat u dat doet. Dat u die weg voor mij gegaan bent, zodat ik hem niet meer hoef te gaan.
En zo accepteer ik u in mijn leven. En ik dank u voor uw verlossing, voor uw herstel in mijn leven. Amen. Wil je meer van Jezus in je leven, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dan heeft Family 7 nog veel meer mooie programma's. Programma's die uitleg geven over de Bijbel en hoe je Jezus kunt volgen. Voor meer informatie ga dan naar www.familyseven.nl.